volgens mij zijn er echt heel veel dames binnen bij de Douglas. Want ja, het is natuurlijk hier ook Black Friday weekend. 24 tot en met 26 november krijg je maar liefst 25% korting op het hele assortiment. Ja, en daar word je natuurlijk wel blij van. Ik hoor daar iemand oma roepen, volgens mij. Kijk, dat vind ik op mama. Was jij wat voor je moeder aan het uitkiezen? Nee. Oh, je zei van als je er eentje open doet, dan schuiven ze allemaal open. Ja. Ja, dat vind je wel echt tof. Ja. Zou je moeder dat mooi vinden, denk je? Weet ik veel. Ga het eens even vragen. Ga ik jou vertellen. Misschien kunnen we je moeder blij maken. Ik heb namelijk, moet je niks zeggen, ik heb een pinpas. Maar van mijn alle, mama van... is er nu niet. Alleen mijn oma. Je oma. Zou je oma dat mooi vinden? Of is er iets wat je oma heel erg leuk vindt hier in de winkel? Weet ik heb namelijk een pinpas van alle winkeliers hier uit het winkelcentrum. En ik mag voor mensen afrekenen op Black Friday. Oh. Zullen wij met z'n tweeën anders een cadeautje voor je oma uit gaan kiezen? Ja. Gaan we even niks zeggen? Zeg je oma, ik ga even met Mr. Pin mee. Moet je wel even gaan zeggen. Ga even zeggen tegen oma. Ja, oma. Het komt goed hoor. Ja, hij komt zo terug. Het mag van oma. Oké, wat zou oma leuk vinden? Kom, we gaan even kijken. Wat denk je? Van een geurtje of zo. Een geurtje of zo? Ja, dat vinden oma's altijd wel leuk. Maar ja, nou is de vraag. Wat voor geurtje? Dat weet ik echt niet. Nee, dat weet jij ook niet. Weet je, we gaan het gewoon eens even aan een verkoopster vragen. Ja. Want volgens mij, de damesgeuren moeten we aan de andere kant zijn. Dus kom, we gaan gewoon even vragen. Ik zie daar een mevrouw staan. Die kan ons vast wel even helpen. Kijk, hier staat ze. Hallo mevrouw, deze jonge man die zoekt een geurtje voor zijn oma. Nou, dat is leuk, daar zal ze vast heel blij mee zijn. Ja, en ik heb de pinpas van alle ondernemers, want het is Black Friday, dus ik ga het geurtje betalen. Nou, dat is helemaal fantastisch. Vind je ook niet, zullen we dan iets leuks uit gaan zoeken voor je oma? Ja, vind je dat een goed idee? Ja. Ik ga even mee, welke kant gaan we op? Nou, hier zijn allemaal damesgeuren, dus we hebben er heel veel. Ja. Heb je enig idee wat je oma lekker vindt? Heb je een hippe oma? Ja. Ja, hè? Ja, hippe oma. Hippe oma. Ja. Heb ik wel gezien. Dan gaan we de hippe kant op. Dan gaan we naar de hippe kant. Zal ik jou eens iets lekkers laten ruiken? Ja. Vind jij iets er al heel mooi uitzien en je denkt, die wil ik eens even ruiken voor mijn oma? Ik weet niet. Nee, zal ik jou gewoon... Vindt ze zo iets roze of... weet je, we gaan ons laten verrassen. Zullen we dat doen? Ja. We hebben er gewoon allebei geen verstand van. Ruik lekker. Ja. Nou, die is inderdaad wel lekker, ja. Zal ook wel een hele dure zijn, denk ik. Ja. Klopt dat? Ja, maar voor een oma is het dat wel waard, denk ik. En wat kost die dan? Ik heb hem vanaf 80 euro. En dan zit er nog wel korting op, 25%. Gaat 25% af? Omdat Black Friday is natuurlijk. Omdat Black Friday is. Nou, is de penningmeester, die is even weggelopen... Dus als jij belooft dat je niks gaat vertellen tegen de penningmeester, gaan we het gewoon doen. Oké. Zullen we het dan leuk in laten pakken? Ja. Gaan we aan de andere kant bij de kassen staan? Gaan we het in laten pakken en gaan we jouw oma het uit laten pakken aan de andere kant? Ja. Dat gaan we doen. Ja. Gaan we regelen. Doe even een high five, ga ik hem voor jou pakken. Nou, helemaal goed. En ik dan, want ik moet afrekenen. Hè? Ja, helemaal top. Nou, ze gaat, hij is zo duur dat hij ergens anders gepakt moet worden. Ja, je krijgt hem in een mooie doos. Oeh. Ik ben wel heel benieuwd wat jouw oma daarvan vindt, hoor. Ja. Dat er mooi uitzien? Ja. Ja? Dan ga ik vragen of mijn collega's deze heel mooi voor jou in gaan pakken. Ja? Ja. Ja. Ik ga hem aan jou geven en dan mag jij hem naar de kassa brengen. Okay. En dan moet ik mee, hè? Want nu moet ik pinnen. Ja. Weet je nog hoeveel het was? 80 euro en dan 25% eraf. Ja. Dat is, ik ga even rekenen hoor, dat is 20% is 16, dus dat is 70. Ongeveer 20 euro. Ja, ongeveer 20 euro. Dus blijft er nog wel 60 euro over. Ja. Ja. Nou, hoop ik alleen dat dat hier nog op staat. We gaan even wachten. Ja. Hallo, goedemiddag. Ik wil dit graag mooi ingepakt hebben voor zijn oma. Voor Sinterklaas? Nee, zomaar hè? Ja. Ja, het is zomaar, ja. Het is eigenlijk van Mr. Pim, maar ja, dat papier hebben ze niet. Nee. Ja. 61 euro terug. Nou, daar gaan we met de pinpas. Moet je even niet meekijken? Ja, okay. Heel goed, ja. Anders neem je daar ook mijn pinpas mee en dan kan je overal pinnen. Ja, maar dat moet niet. Nee, hij is akkoord. Oké, nou het wordt mooi ingepakt. Mag ik het bonnetje alsjeblieft?
Top, dankjewel. Hé, hey, wat denk je hoe je oma gaat reageren? Enthousiast. Daar hebben ze hier kussens voor gehad. Wow. Die gaan naar inpakkussens, ik weet dat toevallig. Ja, ja, dat klopt, klopt, hè? Ja, zeker. Want dat maakt het zo speciaal bij Douglas, dat ze van die hele mooie cadeautjes ervan maken. Ja. En als je een paar kersten hier hebt gestaan, nou, dan verleer je het nooit meer. Dan droom je erover. Dan kan je eigenlijk zo bij Sinterklaas en de Kerstman gaan werken in één. Ja. Een blauw lintje of een wit lintje omheen doen? Goud, goud, ja, je oma is van goud. Dat zou ik ook zeggen. Ja, die is goud waard. Ja, met een goud strikje, hè? Ja. Want je oma is van? Goud. Ja, die is van goud. Ja, die is van goud. Even daar, ja. Je oma is van? Goud. Kijk. En voor... Ja, ja. Ik ben echt, ik weet alleen niet waar ze gebleven is, oma. Kijk even links, rechts. Nee. Als ze er maar niet vandoor gegaan is. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk je niet. Oh, ik zie haar al, daar is ze. Was ze helemaal achterin? Ja, daar. Oh ja, ik zie het ook nu. Ik ga nog wel even met je mee hoor, want ik wil die reactie van je oma zien. Ja. En weet je wat ze altijd doet? En dan krijgt nog een geurtje voor meneer. Kijk eens. Lekker voor jezelf, een lekker fris, super stoer geurtje. Van Hugo Boss. Zal ik hem even zo geven? Doe maar even. Ja. Nou, veel plezier met geven. Ja. Ah, dat gaat vast goed komen, hè? Ja. Oké, nou op naar je oma. Heeft de meneer betaald en die, en dat was een geurtje. Nou, wat lief! Ja, en die krijgt u cadeau van uw kleinzoon. Nou, wat super lief! Je bent een schat! En dus, ik was je al kwijt. Ik denk, ja. Waar zit hij dan? Dan zijn we wel heel nieuwsgierig. Oh, we vragen of u het even uit wil pakken. Mag ik het uitpakken? Ja, dat mag u, maar we willen heel graag weten. Waar gaan wij dat doen? Nou, weet je, zullen we even hier gaan zitten? Ja, we gaan even zitten. Gaan jullie lekker allebei daar zitten? Ga ik tegenover jullie zitten? Nee, en het was helemaal niet dat ik hier voor mezelf heen ging. Het was voor de kersttoestanden al. Voor de, ja, het is Black Friday, ja, hè? Ja, nou is het aantrekkelijk natuurlijk, hè? Ja. En daar zijn we wel een beetje van. Ook nog wat voor jezelf, een geurtje of zo onderin. Ja. Oh, nou, dan hou jij me vast. Een lekker fris geurtje van Hugo Boss. Oh, dat is wel een hele mooie doos alleen al. Och, 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 mensen, kinderen, wat verwennen jullie mij. Oh, wat super dat ik hier loop. Ja, vindt u het een lekker geurtje? Kent u het geurtje? Nou, ik heb net dat geurtje even opgedaan, maar hij ziet er iets anders uit, denk ik. Wij vonden hem allebei heel erg lekker, hè? Oké, jullie hebben hem geprobeerd. Ja. Nou, dan moet ik hem even... Even nog een droog stukje. Oh, lekker fris. Vonden wij ook, hè? Ja. Hij is echt lekker. Ik ben wel een beetje een allurevrouw, maar dit vind ik ook wel heel veel allure hebben. Ja, ja. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Nou, geweldig. Heel veel plezier ermee. Ik zou zeggen, geef uw kleinzoon een dikke knuffel, want door hem heeft u het gekregen. Je bent een schat. Hé, en ik ga afscheid van je nemen. Ik vond het, ik kom even die kant op. Leuk. Ik vond het te gek om even samen wat voor je oma uit te zoeken. Geef me een high five. En blijf je best doen met hoofdrekenen, hè? Ja. Want dan kom je heel ver mee. Super, graag gedaan. Ik vind het helemaal leuk. Namens alle ondernemers hier uit winkelcentrum De Parade. Die hebben dat verzorgd. Op de Facebookpagina van het winkelcentrum. Ja? Hey, ik ga er vandoor en geniet van het lekkere geurtje. En veel plezier nog met logeren bij oma, hè? Ja, niet logeren. Ik ga daarna gelijk naar mijn papa. Je gaat gelijk naar je papa. Je bent nu even bij je oma. Dit is de tussenstop. De tussenstop, oké. Nou, en doe je moeder de groet als ze terug is uit Italië. Ja, oké, doeg!